Bear Grylls is back in action with more adventure than Crusoe and more wild than the Blue Yonder. Where's he going? Doesn't matter. New places. Somewhere on the map between danger and fun, where guts meet glory. This time he's not about staying alive, he's about being alive. So carry on, Bear. Carry on. Man vs. Wild. New episodes begin Wednesday at 9 on Discovery. Mijn naam is Bear Grylls. Vandaag ben ik in een onbekend gebied gekropt. Aan de hand van de vegetatie ga ik bepalen in welk gebied ik zit. Zoals je kan zien, is dit duidelijk Zuid-Amerika. Amazonewoud. Mijn taak is om terug een weg te vinden naar het bewoond gebied. Mijn eerste taak is te bepalen waar het nodig ligt. Ik heb geen kompas bij. Het enige wat ik bij heb is een mes. Wat hebben we nodig? Een stok, een rechte stok. Deze stok. Ja, een paal waar het door ligt. We steken deze in de grond. Aan het uiteinde leggen we een steen. En nu wachten we een kwartier. Dan zal de schaduw zich verplaatsen. En kunnen we nodig ophalen. We zijn nu een half uur later bij onze zelfgemaakte kompas. Terug leg ik een steen aan het einde van de schaduw. Nu liggen hier twee stenen. Ik zet mijn voeten hier langs. En zo, waar ik nu naar kijk, is het noorden. Nu weet ik waar ik naartoe moet. Nu ga ik de kust afzoeken, zoek naar een bruikbaar materiaal. Je weet, vinden we iets wat we kunnen gebruiken. Er zijn altijd mensen afval te gooien. Hier ben ik! Gelukkig hebben ze mij gezien. En kunnen ze mij nog vinden. Maar ik kan niet blijven wachten. Ik moet mijn eigen baan zoeken. Hier, een fles water. Een plastieke fles. Als ik hier de nacht van afsnij, kan ik die gebruiken om in het water te kijken. Nu ga ik tussen deze fles gepost zijn zodat ik kan gebruiken. Nu kan ik hiermee kan ik deze gebruiken om de water te vullen. Hopelijk kan ik een vis vangen. Het is heel vervuild, maar toch, hiermee kan ik beter onder water krijgen. Ondertussen zit ik in de wildernis en heb ik heel veel honger al. Ik ga hier een val maken en hopelijk kan ik zelfs een dier lokken dat me volgt, zodat die hier valt en ik kan die dier opeten.
En laten we nu een beest gaan zoeken dat mij volgt. We gaan op zoek naar een dier. Wat hebben we? Kom eens kijken. Daar. Uitwerpsel van een dier. Eens kijken waar een dier weer. Er zitten nog een paar vliegen op. Het ziet er vrij vers uit. Ik denk dat er een beer in de buurt is. Kom, goed naar de beer. Zie je het? Daar is een beer. Beer gaan proberen te vangen. Ik ga hem eerst lokken naar de val. Nu heb ik de beer overmeesterd. Ik steek een mes in zijn nek. Nu ga ik me klaarmaken voor een nacht in de jungle te overleven. De beer vond toen juist, ik heb deze gevuld. Nu kan ik het duiken als slaapzak. En hier heb ik hout gevonden. Die kan ik zelfs een vuur maken om me lekker warm te worden. Goeienacht en tot morgen. Een rare weg. Hopelijk kan ik iemand vinden die mij terugbrengt naar de beschaving. Ik hoor iets. Er is iemand! Help! 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 Stop! Help! Hey! Wat is er aan de hand met de man? Ik wil terug naar de beschaving. Oh, je zit heel ver, Krils! Jazeker! Help mij! Moet je terug rijden naar de beschaving? Ja, jazeker! Twee bomen in de nacht!